Kies de juiste lasbek volgens de dikte van het materiaal dat je wil lassen. De dikte van het materiaal staat op de lasbek. Draai de moer op de lasbrander los. Haal de lasbek uit de lasbrander en leg hem weg. Neem de nieuwe lasbek en controleer de rubberen dichting. Monteer de lasbek in de lasbrander en draai de moer met de hand aan. Steek de toorts aan en controleer of hij goed werkt. Als de brander tijdens het lassen knalt, moet je een kleinere lasbek monteren.